De Nationale Assemblée heeft gisteren de ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake de beperking op het slachten van runderen van het vrouwelijk geslacht in behandeling genomen. Het doel van deze ontwerpwet is om de groei van de rundveestapel te stimuleren voor het beperken van het slachten van productieve vrouwelijke runderen. Met deze wet beoogt de regering ook de melkproductie te verhogen. VHP-parlementariër Rajinder Kumar Dibi zegt dat de wijziging van de wet nodig is omdat er een verouderde wet is over het slachtverbod. Hij voert aan dat in Suriname niet voldoende melk wordt geproduceerd om de markt volledig te voorzien. Dit tekort wordt opgevangen met melkpoeder. En dat is op jaarbasis. 1526 ton aan melkpoeder dat wordt geïmporteerd. Dus dat is gemiddeld van de 5 jaar. In 2021 is aan melkpoeder 1415 ton geïmporteerd. Een waarde van 102.718.000 SRD, dat komt neer op 4.822.411 dollars. Voorstel om dit alles op te vangen, dus dat er een model melkveebedrijf wordt opgezet, een verbetering van het grasland, import van melkveevervanging, dus daar krijg je vervanging van melkpoeder, de nodige melkvee, dan zou je hebben op. Als je 4 miljoen zoveel liters, dan heb je nog 1268 melkkoeien nodig om totaal melkpoeder op te vangen. NDP-parlementariër Annie Sadi wees erop dat de wijziging nodig is omdat er nu in Suriname meer rundvlees wordt geconsumeerd, vooral met de komst van de Braziliaanse werkers. Sadi had vragen over de overgangsperiode. Want als we de cijfers hebben gezien die door de voorzitter is gestrest, dat er duidelijk zorgelijk aantal drachtige dieren waren geslacht of momenteel die geslacht worden. Dus als de wet nu wordt goedgekeurd, men leeft de wet na controle, is de vraag natuurlijk hoe gaat bij die overgang die gap opgevangen worden. Gaat men vlees importeren, gaat men runderen importeren om te slachten? En als dat het geval is, natuurlijk, een belangrijke vraag mijn kant aan het ministerie, de controle die daarop gedaan moet worden. Want u weet dat ook de koeienziekte bij de buurlanden, dat nog speelt. Hoe zal de controle daarop zijn als men vlees gaat importeren? Sadi gaf aan dat er ook controle moet zijn als er besloten wordt om in de overgangsperiode slachtvee te importeren. Ze wil weten of het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij goed uitgerust is om dan de nodige controle te kunnen doen.